Wanneer je kinderen krijgt, staat je leven behoorlijk op zijn kop. Je werkt hard, maakt tijd vrij voor je kinderen, jezelf en je vrienden. En dan vragen je ouders, je partner en de samenleving ook aandacht. Daarnaast wil je ook met je kinderen over idealen en geluk spreken, om belangrijke waarden door te geven. Antoinette heeft 2 tienerdochters en ik ben benieuwd hoe ze dit aanpakt. Antoinette, wat wil jij je dochters graag meegeven? Ik wil mijn dochters allereerst, maar dat ligt misschien voor de hand, meegeven dat ze geliefd zijn. Door mij en door nog meer veel mensen die ze kennen. En de vrienden. En daarnaast wil ik ze meegeven hoe belangrijk het is om je te verwonderen. En waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat vanuit de verwondering, denk ik, je anders naar de dingen gaat kijken. Naar de natuur ga je anders kijken. Je gaat anders kijken naar andere mensen. Ik heb snel dat ik een oordeel heb over andere mensen. Als ik iemand zie, dan binnen een fractie heb ik een oordeel. Ziet er niet uit of ziet er wel uit. Of misschien is wel intelligent of misschien niet zo intelligent. Maar nou is die stap verder te nemen en zeggen we, nou, maar kijk nou eens goed. En luister misschien eens. Ga eens gesprek eens aan met iemand. En dan tot een nieuw oordeel komen. En je dan te verwonderen dat er zoveel mensen zijn, of niet alle mensen, maar zoveel mensen zijn die zulke mooie dingen denken, zulke mooie dingen bedenken en op zo'n mooie manier leven inrichten. En wat doet het met de band tussen jou en je dochters? Dat versterkt het natuurlijk wel. Omdat je dan het gevoel hebt dat je het ook op dezelfde manier de dingen aanvoelt. Ondanks dat je heel verschillend van elkaar bent, want mijn dochters zijn absoluut geen kopie van mij. Verre van. Maar dat je in dat soort dingen, hoe je dus naar mensen kijkt, hoe je over mensen wil denken, dat je toch van elkaar leert. Ja. Antoinette, heb jij een antwoord gevonden in jezelf hoe je je kinderen weerbaar maakt? Ik denk door ze met ook veel dingen in contact te brengen. Dus niet te beschermen, niet te kijken, alleen maar te zeggen van oh, wat is de wereld mooi, wat zijn de mensen mooi, wat gebeuren er allemaal mooie dingen. Maar ook te laten zien wat er niet goed is. Zodat ze denk ik ook vanuit zichzelf dan meer een idee krijgen van oh, maar er is nog genoeg te doen in de wereld. De wereld is gewoon complexer geworden. Het is niet meer het ons kent ons. En wij doen het allemaal op deze manier. We gaan allemaal naar de gewone school en we gaan allemaal hetzelfde doen. En dat maakt het wel heel boeiend, maar ook wel weer heel ingewikkeld. En ik heb ook geen antwoorden op alle grote problemen. Maar ik wil er wel over blijven nadenken. En dat gesprek ga ik ook steeds aan met mijn kinderen. En dan niet heel gekunsteld, maar gewoon bij een kop koffie en gewoon even tussendoor. Ik vertaal de dingen naar mijn eigen leven, gewoon heel praktisch. Eigenlijk, hoe doe ik dat? Hoe zou ik dat oplossen? Of hoe zou ik daarmee omgaan? En maar gaat het dus niet om dat er iets buiten jou is, een godsbeeld of wat dan ook, wat het voor jou gaat oplossen? Nee. Het gaat erom, hoe zou ik het doen? Ja, want je moet de oplossing ook bij jezelf zoeken dan. Dat is het hele idee. Dus je kan ook niet de verantwoordelijkheid afschuiven naar iemand anders. Ja, ik weet ook niet beter. Dus ik zou ook niet weten hoe het anders zou voelen. Dat iemand anders het voor mij, of tenminste iets buiten mijzelf het op zou lossen. Heeft jouw intuïtie, wordt dat gevoed door jouw apostolisch zijn? Ja, omdat je toch ook op zoek bent naar inspiratie daarvoor. Ja. Om geïnspireerd te blijven van hoe zit het met mijn intuïtie? En waarmee, meten is het niet, maar... Denk ik nog wel eens goed na over wat ik ga doen. Zoek nog wel eens de diepte in plaats van de dagelijkse dingetjes die ook geregeld moeten worden. En daar helpt de apostolisch zijn mij heel erg bij. Het dwingt je om na te denken over hoe je wil zijn, wie je wil zijn, hoe je de dingen wil doen. Dat je eens nadenkt over dingen waar je niet zo snel in het snelle leven toe gebracht wordt. En op welke manier helpt het apostolisch zijn jou in het zijn van een goede moeder?
het helpt me om niet op te geven hoe ik het zou willen. Want wat je wil, hoe je het wil doen, op de mooiste manier, zoals je het bedenkt, daar wordt natuurlijk ook aan alle kanten aangevochten. Dan hebben we ze neiging, ja, maar ik ben toch wel gevoelig voor wat andere mensen van mij denken. En dat je daar dan in meegaat of zo. En het helpt voor mij om vast te blijven houden aan hoe ik het wil. En hoe wil je het? Ik wil het hele liefdevolle en waardevolle mensen laten worden.